Van harte welkom bij het tweede webinar in de reeks van drie. En voor degene die het eerste webinar over webarchivering gemist heeft, de presentaties en de opname van dat webinar staan op de website van het netwerk Digitaal Erfgoed. En ook dit webinar zal worden opgenomen. Dus mocht je dingen gemist hebben, mocht je eerder weg moeten, dan kun je dat later de hele opname van dit webinar nog even terug luisteren en terugkijken. Ik vrees alleen niet inclusief dat mooie klokgeluid. Wij organiseren deze webinars in plaats van een summer school die eigenlijk deze week plaats zou vinden. En we zouden dus eigenlijk deze week met 20 mensen in een zaaltje zitten, maar nu zitten we met ongeveer 80 mensen gekluisterd aan een scherm. De webinars worden georganiseerd door het netwerk Digitaal Erfgoed. En voor wie nog niet bekend is met het netwerk Digitaal Erfgoed, het netwerk is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, de bruikbaarheid en de houdbaarheid van digitale informatie. En met steun van het ministerie van OCMW is het netwerk opgericht door de vijf landelijke knooppunten die ieder een voortrekkersrol vervullen binnen hun respectievelijke sectoren. De Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de KNW. Ja. Binnen de werkprogramma Zichtbaar, Bereikbaar en Houdbaar werken we aan professionalisering van de sector en aan de ontwikkeling en borging van een stelsel van voorzieningen die instellingen helpen bij het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van hun collecties. En binnen het programma Houdbaar doen we verschillende projecten. En twee van die projecten houden zich bezig met het archiveren van het web en van social media. Daarbij richten we ons met name op het vergroten van de bewustwording en kennis met betrekking tot deze onderwerpen. En de webinars die we nu doen, de drie webinars die we vorige week en deze week organiseren, die passen daar natuurlijk uitstekend in. Voordat we daadwerkelijk het webinar induiken, heb ik even drie huishoudelijke mededelingen. Jullie zijn ongetwijfeld allemaal wel bekend met het werken met dit soort videotools naar 2,5 maand thuiswerken. Maar ik wil het jullie toch nog een keer vragen, zet je geluid vooral zoveel mogelijk uit, zodat we verschoond blijven van achtergrondgeluiden van allerlei vormen. Om degene die het klokgeluid liet horen, mag dat om 12:30 nog een keer doen, om het einde van deze webinar aan te kondigen. Daarentegen houd je camera zoveel mogelijk aan, als dat kan voor wat betreft de bandbreedte, zodat ook de sprekers kunnen zien tegen wie ze praten. Het is niet zo vervelend dan praten tegen een hele set aan zwarte schermpjes. En als je vragen hebt, stel die dan in de chatfunctie van Zoom. En deze vind je onderin je menubalk, onderin je scherm. Deze vragen kun je stellen gedurende presentaties. Ik zal ze registreren en daar waar mogelijk tijdens of na de verschillende presentaties terugkoppelen aan de sprekers. Nou, genoeg inleidend gebabbel door mij, dus laten we snel starten met waar het eigenlijk allemaal over moet gaan vandaag, het archiveren van sociale media. We hebben een mooi en een vol programma met drie sprekers. Sophie Ham van de Koninklijke Bibliotheek, Seffi Kavadia van het IESG. Haar presentatie zal overigens in Engels zijn, maar vragen kunnen gewoon in het Nederlands gesteld worden. En Mirjam Schaap van het Stadsarchief Amsterdam. En we beginnen met een korte presentatie van Sophie Ham. En Sophie is projectleider bij de Koninklijke Bibliotheek, houdt zich daar al 15 jaar bezig met digitaal erfgoed op verschillende manieren en is vooral geïnteresseerd in selectieprocessen en digitale collectievorming. En daarmee is zij de ideale projectleider voor het project afstemming social media archivering namens het netwerk Digitaal Erfgoed. En ik ga mijn schermdelen nu stoppen en jou, Sophie, vragen om jouw scherm te delen. Yes. En ja, presentatie te starten. Oké. Okay. Aan jou het woord, Sophie. Hartstikke fijn, dankjewel Marcel. Yes. Goedemorgen allemaal. We hebben een ambitieus programma, dus ik ga proberen mijn verhaal kort te houden. Ik heb dan eigenlijk ook maar één boodschap en die lijkt in eerste instantie niet zo heel vrolijk. Het archiveren van sociale media is ingewikkeld, tijdrovend en met een beetje pech ook duur. Dat is even de disclaimer.
Maar toch is het ontzettend belangrijk dat we het doen. En dat wil ik graag nog een keer illustreren. Het is een ontzettende dooddoener, maar sociale media zijn natuurlijk het communicatiemiddel van de 21ste eeuw. Steeds vaker begint het nieuws daar. Black Lives Matter begon op Facebook, MeToo op Twitter. Ook politici gebruiken sociale media om rechtstreeks met kiezers te communiceren. Zoals burgemeester Krikke toen ze haar afscheid bekend maakte met een filmpje op Instagram. En anderzijds kan iedereen zijn of haar mening met een kat of een kattenfilmpje met de wereld delen. Dat is dan ook het belangrijkste kenmerk van sociale media. Ze stellen mensen in staat om zonder tussenkomst van de redactie te publiceren. De definitie van sociale media is niet in steen gehouden. Het is een vorm van user-generated content die via Web 2.0 en reactieformulieren uitgroeide. Een zekere mate van openbaarheid is een kenmerk en daarom wordt bijvoorbeeld WhatsApp niet altijd toegerekend, net als andere sms- en chatdiensten. Dus dat laat ik vandaag een beetje buiten beschouwing. Het gevolg van het snelle interactieve van sociale media is dat er enorm veel wordt gecreëerd. En het corpus is heel fluïde. Berichten worden weggehaald of worden veranderd. En er zit ook ontzettend veel bagger tussen. Omdat je ook anoniem kan plaatsen. Je ziet ook dat in Twitter bijvoorbeeld 15% van het Twitterverkeer eigenlijk wordt gegenereerd door bots. In de praktijk kijken we, als we het over sociale media hebben, vooral naar de grote platformen. En dit is een overzichtje van de meest gebruikte platforms in Nederland in 2020. En we zien hier het aantal gebruikers per platform. En in 2019 gebruikte 96% van de Nederlanders op enige wijze een vorm van sociale media. En Facebook, Twitter, Instagram en YouTube zijn de platforms waar de meeste interesse naar uitgaat. Vanwege dat enorm gebruik zijn dan ook steeds meer partijen geïnteresseerd in het bewaren van sociale media. Al zijn die daar helemaal niet voor gemaakt. Niet alleen de posts worden gewijzigd en veranderd, hele platforms verdwijnen. Zien we hier bijvoorbeeld, dit is van de laatste 20 jaar een beetje een overzicht van belangrijke sociale media platforms. En inmiddels is Friendster is al weg, het Nederlandse Hive is al verdwenen. En vorig jaar hebben we ook afscheid moeten nemen van Google+. Partijen die geïnteresseerd zijn in het bewaren van sociale media zijn marketeers en bedrijven die klantprofielen willen opbouwen of trends in kaart brengen. En zij bewaren sociale media vooral om vervolgens hun eigen algoritmes los te laten. Maar er zijn ook veel wetenschappelijke onderzoekers uiteraard geïnteresseerd in sociale media-archivering. Denk aan politicologen, gedragswetenschappers, mediaonderzoekers. Er is nu ook bij de Universiteit van Amsterdam een heel interessant onderzoek om corona, waar ook heel veel sociale media weer gebruikt wordt om te kijken hoe het zich ontwikkelt, hoe mensen erop reageren, hoe het sentiment zich ontwikkelt. Wie zich voor de webinar voor aanstaande donderdag heeft ingeschreven, hoort ook meer over het gebruik van sociale media archieven door wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn ook journalisten bezig met sociale media archieven. Soms leggen zij kleine archiefjes aan van één persoon. Bijvoorbeeld alle Twitterberichten van Thierry Baudet. Maar denk ook aan Bellingcat, die juist bulkgebruik maken van sociale media voor hun online open source onderzoeksjournalistiek. En hoogstwaarschijnlijk zullen ook geheime diensten buitengewoon interesse hebben in sociale archivering, media-archivering, maar laten we dat nu maar even buiten beschouwing laten. Al deze partijen zijn vooral geïnteresseerd in korte termijn archivering, voor het beantwoorden van specifieke vragen. Dus meestal gaat het om data, patronen en netwerkanalyses. En na een paar jaar is die data eigenlijk al niet meer nodig, want dan gaan ze verder met een ander onderzoek. Er zijn ook, daar komen we bij onze doelgroep uit, overheden en erfgoedinstellingen geïnteresseerd in sociale media archivering. En ze raken er op verschillende manieren bij betrokken. Vanwege compliance. Een gemeente wil nu eenmaal kunnen voldoen aan de eis om alle communicatie met de burger op te slaan. Als die bijvoorbeeld via Twitter of Facebook verloopt, zullen zij dus de eigen accounts willen archiveren. Of passief. Een instantie of persoon wil zelf zijn sociale mediaarchief duurzaam opgeslagen zien in een erfgoedinstelling. En draagt het aan jouw instelling over. Zo is het voorstelbaar dat het Literatuurmuseum het Twitter-account van Arno Grunberg overdragen krijgt. De laatste manier waarop het kan is natuurlijk actief. Een archief, bibliotheek of museum vindt zelf dat het haar taak is om sociale media die aansluitbare collectieprofiel te archiveren,
of willen een hotspot uitbreiden met relevante uitingen op sociale media. En vermoedelijk zijn jullie vooral geïnteresseerd ook in het laatste. En daarbij is één vraag het allerbelangrijkst. En dat is, wat wil je precies archiveren? Denk daar heel goed over na. Probeer dat zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. Gaat het om sociale media berichten van bepaalde personen? Gemeenteraadsleden, de nachtburgemeester, een lokale schrijver? Of om berichten rond een bepaalde gebeurtenis? Welke unieke content zie je op sociale media voorbij komen die je niet in de gewone media terugziet, maar die wel belangrijk is voor jouw instelling? Ook moet je goed nadenken of je het belangrijk vindt dat je alle afbeeldingen en video's meekrijgt. Als je bijvoorbeeld op Twitter alles verzamelt rondom hashtag Oeteldonk, vind je het dan erg dat je niet alle Twitter kikkerfoto's meekrijgt? Of is het je juist om die teksten te doen, want wil je straks de taalverandering in jouw regio goed kunnen volgen? Het kan je ook te doen zijn om netwerkinformatie. Wie retweet wie, hoeveel likes heeft het post en in hoeveel tijd ging een bericht viral. Om tot een goede set criteria te komen, is het belangrijk om echt een tijdje heel veel social media tot je te nemen. Marketingtools zoals Kusto kunnen je daarbij helpen. Die zijn meestal wel bekend bij communicatiemedewerkers. En dan krijg je een beetje grip op wat er speelt. Een vraag die onlosmakelijk verbonden is met de wat-vraag, is de vraag, voor wie wil ik dit archief aanleggen? Welke eindgebruiker staat het meest centraal? Is dat de burger, de onderzoeker, een mens of een computer? Wil je het op korte termijn kunnen tonen? Of kan je leven met een archief dat vanwege privacygevoelige informatie misschien wel decennia lang ontoegankelijk blijft? Ook het antwoord op die vraag zal weer helpen om de vervolgstappen te bepalen. Van welk platform wil ik welke sociale media archiveren, op welke schaal en welke tool is dan geschikt? Maar het bepalen welke sociale media je waarom wil archiveren is eigenlijk de allerbelangrijkste stap. En ook als je dit heel goed kan identificeren en vastleggen, dan zijn er nog wel een paar obstakels te overwinnen. Mirjam en Zeffi zullen er uitgebreid op ingaan. Maar vooral rond de tooling en privacy en auteursrecht zijn er echt nog wel pittige uitdagingen. Een groot probleem is bijvoorbeeld dat Facebook, Twitter, Instagram allemaal weer net iets andere gebruiksvoorwaarden hebben, die ook nog eens heel vaak veranderen. Dus wat er nou precies mag, is niet altijd duidelijk. Ook hebben onze organisaties vaak nog onvoldoende expertise opgebouwd. Ja, wie zijn in Nederland al echt bezig met sociale media-archivering? Nou, eigenlijk niemand. Tenminste, niet systematisch en niet vastgelegd in beleid. Het is nergens echt speerpunt. Maar sociale media-archivering is wel degelijk nu het onderwerp van heel veel experimenten en onderzoeken. Dus Beeld en Geluid heeft al enige ervaring met YouTube en Instagram. Het Nationaal Archief buigt zich over de berichtapps. De Koninklijke Bibliotheek probeert in het verlengde van het webarchief het nodige binnen te halen en kijkt vooral naar Twitter. En daarnaast zijn sinds de coronacrisis veel instellingen begonnen met regionale coronacollecties op te bouwen, waar nadrukkelijk ook sociaal media bij horen. In het buitenland gebeurt er meer. Zoals jullie wellicht al hebben gezien in het nuttige overzicht van Mirjam, is met name het bekende project van Library of Congress eentje die veel aandacht heeft gekregen. Maar hun Twitter-archiveringsproject is wel gestaakt. Ze zijn in afgeslankte vorm verder gegaan. En in Europa zijn de National Archives van het Verenigd Koninkrijk het verst. Maar het is nog nergens perfect of goed geregeld, laat staan volledig en juridisch goed afgetikt. Maar wel zijn we vorig jaar gestart met het project vanuit Netwerk Digitaal Erfgoed. En daarin proberen we inventarisaties en definities op orde te krijgen. Maar het leukste onderdeel is dat 6 instellingen, as we speak, bezig zijn met pilotprojecten om echt in de praktijk uit te zoeken hoe dat nu werkt, het archiveren van social media. En 3 van de projecten binnen ons NDA-project houden zich bezig met selectievraagstukken. Het Haagse Gemeentearchief onderzoekt wat sociale media-archivering vraagt van de organisatie. Het regionaal archief Nijmegen onderzoekt hoe sociale media meegenomen kunnen worden in een hotspot. En ILIA betrekt ook zoveel mogelijk community bij de selectie. De KB heeft een iets ander soort project. Die doen een onderzoek waarin links naar social media posts vanuit het webarchief worden geanalyseerd.
En het Stadsarchief Amsterdam richt zich vooral op de ethische en juridische aspecten. Daarover later meer. Het ISG doet onderzoek naar tools. En voor wie het nog niet wist, in de maanden april en mei hebben zij een vraaguur over dit onderwerp ingericht. En de super app uitgebreide FAQ die ze hebben opgesteld is nu al hier te vinden. En die kan ik jullie allemaal aanraden. Er zijn ook een aantal sessies geweest over juridische vraagstukken en AVG. En de verslagen daarvan zijn te vinden op de NDE-website. Dit najaar zullen we de resultaten gaan presenteren. En hou ons dus allemaal in de gaten, want dan gaan we al onze ervaringen bij elkaar op een website zetten. Nou, tot slot nog een klein beetje advies. Oh, ja, dat is zo fijn. Ja. Morgen of vanmiddag, denk heel goed na over wat je wil archiveren. En voor wie? Leg heel goed vast welke keuzes je maakt en waarom, het liefst in beleid. Vraag waar mogelijk toestemming aan rechthebbenden. Probeer te accepteren dat volledigheid een illusie is. Vrees het experiment niet. En deel je kennis en ervaringen met ons en met elkaar. Daar kun je wat mij betreft nu mee beginnen. Want hoewel het archiveren van sociale media ingewikkeld, tijdrovend en duur is, is het heel erg belangrijk en ook echt heel erg leuk. Dus stel je vragen in de chat of mail mij op sophie.ham@kb.nl. En dat was mijn verhaal. Dankjewel, Sophie. Vooral goed om te zeggen dat archiveren van social media niet alleen belangrijk is, maar ook leuk is. En dat bleek ook wel uit de vragenuren die we organiseerden en de vragen die er kwamen en de adviezen die er ook werden gegeven. Zijn er op dit moment vragen voor Sophie? En ik zie in ieder geval één opmerking van Wouter, dat het zeker leuk is, vooral als je van pionieren houdt. Ja, dat is waar. Het archiveren van sociale media is ook wel een beetje pionieren. En we zullen dat zo meteen in de presentatie van Seffi gaan zien. Een vraag van Thijs Hesseling van de Archiefschool. Zijn er al concrete voorbeelden te noemen? Concrete voorbeelden, nou ja, niet als in afgerond en zichtbaar, maar ik denk dat Mirjam straks een paar concrete voorbeelden zal bespreken van het Stadsarchief, waarin archiefvormen zelf sociale media archieven ook hebben overgedragen en waarin het archief ook zelf bezig is geweest. Ja, echt zichtbaar zijn ze nog niet, maar we zijn dus nu allemaal bezig met hele kleine voorbeeldprojectjes waarop kleine schaal sociale media wordt binnengehaald. Alleen het lastige is ook een beetje, omdat we een beetje op de grenzen van de wet zitten, dat het publiceren daarvan ook nog best wel lastig is. Ja. Dankjewel, Sophie. Sophie, je refereerde ook nog aan de FAQ die de ESG heeft opgezet. Robert Gillissen van de ESG heeft ook in de chat de link naar die FAQ gezet. En eerder zag ik ook in de chat voorbij komen de link naar de recordings van het vorige webinar. Goed, als jullie nog vragen hebben over die algemene introductie van Sophie, mochten jullie dat invallen, zet ze dan vooral op de chat, komen we daar straks nog op terug. Then I switch to English now to introduce to you Seffi Kavadia from the ESG. Seffi studied archival studies at the University of Amsterdam, and even though she finds all things archiving fascinating, she is especially interested in born digital archiving and specifically the web and social media archiving. She did an internship at the International Institute for Social History, and she has become part of their initiative to build collections of web and social media content. And I have to say that Seffi was the driving force behind our 1 hour Q&A in the last month, because she told us everything about the different tools you can use in archiving social media. And Seffi, I would like you to ask to share your screen and, well, the camera. Yes. And all the screens are yours. Okay, thank you very much. Mm.
Just a moment. Yes. Mag ik ondertussen even iedereen die nog zijn geluid aan heeft staan, vragen om dat weer uit te zetten? Behalve Sefie uiteraard. Excuse me for this. I reinstalled Zoom and it didn't have the right permissions for me to share screen. So now you can see my screen, I guess. Yes, yes, yes. Great. Sorry for the small. No problem. Yes, there we are. Delay. Hello all again. I'm Zefi, and as Marcel said, I am have been working with the ESG for quite some time now. Well, almost 2 years after. I completed an internship with them, and now I'm working with them, trying to experiment and build web and social media archives. So I'm going to talk to you about my experience with that today, and hopefully give you some helpful information along the way, specifically focusing on the tools. The very, very nitty-gritty part of the effort. So probably most of you or all of you will know ISSH and what it does, but I thought it might be nice to just mention it again. The ISSH preserves and makes accessible a large collection, one of the largest collections on socioeconomic history in the world. Focusing on labor history, social movements, political movements, locally in the Netherlands, of course, in Europe, but also globally. And the main goal is, of course, to serve researchers, historical researchers, but not only, of course, but at the same time also to contribute to preservation of memory and heritage. And social media archiving is a very new undertaking for ISSH, as I said, less than 2 years, but very, very significant, as you might understand, of course, as a lot of the political activity and a lot of the political discourse and social discourse is now happening on social media, primarily or mediated. Through it, at least. And great examples are the women's marches and the very contemporary and very in the moment Black Lives Matter movement. But also a nice example is the coronavirus crisis and how it has been, it has put us all online. And this webinar is probably also a great example of this. So for this reason, at ISSH, we can see the urgency of archiving social media even more. Now, the project that I have been working on is a project funded by NDA, as you all know, and the focus of it is the research into tools for social media content harvesting. So that means that we have been focusing on tools specifically for the capture of social media. So we're not looking into tools for preserving, processing, giving access, publishing, or even analyzing or visualizing data sets, per se, at least. Some of these tools might allow you to do some of these things partly, but this is not the focus. And also one choice we made at ISSH is to only look at free and open source tools for the time being, at least. Marcel already mentioned that we have
we have done some social media archiving question hours during April and May, which have been really enjoyable for me as well, and hopefully interesting for everyone. I have a link, maybe I can share that presentation in the end. I have a link to the social media frequently asked questions, and Robert has also shared that. And the project will also result in a final report around, which will be published around October, and will accumulate all the information, some of which we will present today. So let's get to it. Very briefly, I would like to give a very, very brief overview of web and social media archiving for those that might not know so much about it. Indeed, since the mid-90s, when web archiving made its appearance, let's say, it has made a lot of strides. Traditionally, or until very recently, the main tool has been crawlers, web crawlers, also known as scrapers. So very, very well known is Heritrix, for example, for those that might have used it, or the web curator tool, which uses Heritrix as well. And crawlers, what they have been doing and what they're doing is that they sort of imitate the way that a browser works. They make requests to the server that hosts a page, and then they store the content of the responses that they get. And this is very well suited and very nice for the web as it was in the 90s and even in the early 2000s. Most of it was static content. Static pages are pages that depend primarily on HTML. They are pages that do not change more or less whoever accesses them. So it was pretty easy for these tools to just grab a copy of them. But social media cannot really be captured by crawlers in this way, maybe to a limited extent, or none at all sometimes. So because social media websites are examples of dynamic content, and dynamic content depends on scripts, usually JavaScript. This is the most well-known example of problematic features for crawlers. These scripts are run in the browser, and they communicate with the server, and they trigger processes which a crawler cannot trigger on its own. So that means unless you have a user interacting with the page, you cannot load the entire page. This is unavoidable because indeed social media presupposes interaction with a user because of the personalized nature, because of the specific feed or the specific hashtags that each and every one of us sees in their own personal feed or account. So tools are now being developed that mimic this behavior of user interaction via a browser. And we will talk about some of them briefly. Some of them are browser tricks, and the Conifer, the new name of Web Recorder, which a lot of you might know, and it's quite popular. That being said, I would also like to make a distinction between two broad approaches to archiving social media, which I believe is quite useful when you start thinking about doing this. One of the approaches is very akin to web archiving as it has been until now, based on crawlers. The idea is that you're saving pages. For example, you're saving an entire Twitter account as you can see it on your browser, or you're saving
a Facebook page or a Facebook group. You're using, as I mentioned before, emulated browsers or crawlers to crawl and to capture the social media content in a form where you can browse it with a tool, same way as you would browse any web archive or even the live web. And this usually is stored in WARC files. WARC is an accepted archival format used by the Internet Archive, developed by them initially as well. And you can replay it with different kinds of software. For example, you can use the Web Recorder Player, you can use Wayback or Open Wayback, and different kinds of tools to do that. But there's also another option with social media. There's the option to save information instead of pages per se. There's the option to connect to the API of a social media platform and to pull structured data from it. This is very popular with researchers in the social sciences, for example. Of course, it requires an authenticated account most of the times, which can be difficult with some platforms, specifically Facebook. To be honest, this is the most difficult. The end product that you get when you do this is CSV and JSON files. And indeed, they can be very, very useful for more quantitative, let's say, approaches to research, strictly speaking. And this is an example for those that might not have seen what it can look like. These API data. This is a CSV file. The query that I made was tweets that included the keyword Amsterdam. And as you can see, it's all nice and structured with columns and rows. You can see the hashtags that were included in each of these tweets that were harvested, the mentions, to whom it was a reply, the URL of the tweet, and the text of the tweet that included the word Amsterdam. So it can be nice. So I would like to briefly go through a very small selection of tools with you. I recognize that this probably, for anyone that has not used any of this, it might not be very useful to go into a lot of deep explanations about them. But I still thought it's nice to mention what they can do. And we will have time for questions in the end. And of course, yeah, we will also be available for more questions via email in the future for anyone that has more questions about them. So one of the first tools that I tested during this research for the project was Brosler. Brosler is also developed by the Internet Archive, so it has that seal of approval, let's say. Brosler is actually, it's nice because the name is a combination of the word browser and crawler, so you can see the logic behind it. It uses a Chromium or Chrome browser, an instance of one of these browsers, to interact with pages as a browser would do and capture them. This is important because, as we said, social media content requires that kind of interaction in order for the pages to be loaded at all, some of the components of the pages to be loaded at all. The usage of this tool is, well, it's not that straightforward, but it's more straightforward than others.
There's a nice dashboard available that allows you to view your crawl status. You can run simultaneous crawls at the same time. But most of the more specific controls has to be done through the command line. So that can be a bit daunting for some, I guess. It's also actively developed by the Internet Archive still to this moment. It has users, quite a lot of users. I think the Portuguese Web Archive are using it and others are using it as well. And it's also part of the paid subscription service Archive-It that the Internet Archive offers, which is also an option, which we didn't look at because, as I said, we only focused on free and open source tools, but it's maybe nice to know that you can also get this as part of the Archive-It subscription. Then we have BrowserTrix. BrowserTrix is also, it's kind of similar in the results that you can get from it. It's a whole system. It's like a package of different tools all brought together. And it allows automated capture and display of web content. And it uses emulated browsers to do that. And these browsers come together with crawling behaviors. So the behaviors are attuned to each different social media website, for example. It has a specific behavior for Twitter, has specific behavior for Facebook, for Instagram, I think, and also for Flickr, if I'm not mistaken, and one or two others. So basically, the browsers know or they have been coded to know where to look in each of these pages, which links to click on in order to load all the content that you need in order to capture the entire page. It requires Docker because it runs via Docker images, so you have to install Docker and kind of know your way around it or find out your way around it. It also has a basic user interface available, which can be nice, but you still need to configure everything via command line before you can use that. And also the more advanced configurations, the filtering, choosing exactly what kind of URLs you want, it still requires using the command line writing these kinds of YAML files, these configuration files. So again, a little bit of tinkering. And then the very, the favorite of a lot of us, I mean, I love it as well, WebRecorder. WebRecorder Desktop is actually the desktop version of the WebRecorder service, which has very recently, last week, changed its name to Conifer. This is the new name of the online WebRecorder service. For anyone that might not know it, it's basically WebRecorder is BrowserTrix, but online. And the difference between BrowserTrix and WebRecorder is that WebRecorder is powered by your own interaction with the page. So it doesn't do it automatically. You actually have to go and click through all the links that you want to be captured. This makes it very user-friendly. You don't need to set up anything, pretty much. You just install it or you just go to the website, webrecorder.io, and you put a URL in the bar and you start, page loads, and you just have to navigate it. You just have to browse it and then it's recorded. Recently, they have created an autopilot feature, which allows for a bit of automation, and it has behaviors, exactly like BrowserTrix, a specific behavior for Twitter. So it knows to click on hashtags, it knows where to click on comments, it knows where to click on video to start playing it so that it will be captured. It seems to me that this is a very popular choice
Also from the social media question hours, this became quite apparent that a lot of people were using it, and for good reason. It's very easy to use. The main problem that I see with it is that because a lot of it can be, a lot of the usage is manual, it's not very, probably not very reasonable to use for more large scale archiving projects, let's say. On the other side of things, we have the, what I call the structured data tools, very generally speaking, and I just wanted to mention three of them. Even though there are a lot, there's a lot of options, especially because, as I said, API data is very popular with researchers. So for this reason, there have been countless different applications and tools made, tailor-made many times by researchers and developers in order to pull data from APIs. So definitely you can take your pick, but what I tried to also think about was usability when I was making the choice, and also some kind of community behind it, and some kind of continuity behind the tool, because the idea is that we will not be using it for a one-off project, but we will be using it for regular archiving if we are going to be doing archiving in an institution. So for this reason, I chose to mention TWARC, which is a command line tool, completely used via command line. It's exclusively for capturing Twitter data. It requires a register developer account with a Twitter API website, I don't know. And you know, it also requires you to make a Twitter app and to authenticate it. So that might sound a bit more daunting than it is. You have to make an application to do that, and you have to explain to Twitter what you're going to be doing with the data that you will pull from their API. They have an option for research, which is safe to use, I believe. But this is a part of the process that can be a bit problematic for some, because I've heard that especially lately they take a long time to approve the applications, maybe because they have a lot of applications, who knows. It's actually, I think, a very good choice, also because it has a very supportive community. Documenting the Now, for those that might not know, it is an activist community that started with the Black Lives Matter movement a few years back. And they're very nice, and they are ready to answer questions and help you and everything. So very useful. Another option is Tags. Tags is literally a Google Sheet template, which also works via an app on the Twitter API. The good thing is that you don't have to do the application yourself with Tags. It already has a registered app on its own, and it's very user friendly. You can configure it via the Google Sheet template, but the only issue that I see with it is that your options for filtering what kind of data you want are a little bit more limited than what you can do with TWARC. But still, for monitoring some specific hashtags, for example, that you are very interested in and that are urgent, running right now, Tags can be a great option. And finally, Social Feed Manager is actually developed by George Washington University. It's a whole application, and it allows you to harvest API data from
Twitter, Flickr, Tumblr, and Sina Weibo, the Chinese website. It has a user interface. The only drawback that I have seen with it is that it's a little bit of a big application. It also uses Docker images, and you have to have some kind of technical knowledge available, or people with technical knowledge available to maintain it and to be able to use it. Although I see that lately the last updates that they have made, the last versions, they seem to becoming more and more user-friendly. Also, the user interface seems to be becoming more and more user-friendly. But definitely, Social Feed Manager is also another option, a good option, also because it is still supported by university, and it has been made with archivists in mind. Even includes an interface for you to keep notes and to document whatever you're doing, which, as we know, is important for building archives. So in the end, if we want to compare the two, harvesting content from an API allows you to do more large-scale collecting. It can, of course, be difficult because you will need to obey platform terms and conditions, and there are a lot of them, and they can significantly limit what you can do. They can limit how much content you can capture at any time, at any specific time. They limit what you can do with it, how much you can publish. So there are things to think there. And you also lack, of course, the visual experience of navigating the page, the whole context of it. Then again, calling social media and storing it in a work file that you can browse is very nice, of course, because you can have that experience, that visual experience. You can also have the source code, or mostly in principle, the source code as it was, which can also be useful for some researchers, especially some digital humanities research that uses code and to analyze content. But it's also difficult for large scale collecting with the tools that we have now, at least, or it can be. I guess the most important takeaway from this is that the method that you will choose will affect what you can do, or what your researchers and your user groups can do with the content that you crawl. And to sum up some of the findings, Facebook seems to be actively resisting archiving, I would like to say. It has very restricted access to its API, and doesn't really offer accommodations to researchers like Twitter does. It has constant changes to its backend and to its frontend, so the tools stop working. Twitter has a restrictive republishing policy, which doesn't allow you to republish tweets. So even if you harvest them, you will have to think about how you will give access to them. Some platforms like Instagram, YouTube, or Vimeo, I found that maybe it's a good idea to think of archiving them more in terms of scraping content instead of capturing pages. In some cases where all of these restrictions prove too restricting, contacting the creator or the user of the content you want to capture might be a good solution, or the only solution. And sometimes you gotta start, even though you might not know what you're really doing. In the end, what kind of tools you will use will really depend on your specific situation and your circumstances and what kind of resources you have available. But social media archiving and the tools that come with it are not just, it's not just a technical issue, but it seems to me it's also a conceptual and an ethical one. Mariam will talk, of course, about that later.
but I felt it's important to also mention that thinking about the tools from the beginning means also thinking about the entire context of your collecting effort. So I want to end with these four considerations for those of you that want to pick tools and to start archiving social media. The first one is flexibility. Really, there's no single tool that can do everything, so you probably need to mix and match. The second is planning. Find out who you're doing this with, who you're doing this for, and for what reason. And this will allow you to plan better, to choose the right tools, and will allow you to also plan for the ethical and the legal issues that will definitely come up. Document what you're doing, because without provenance and context, there's no archive. And invest in people and in skills building, because this is a process of constant learning. Things change over time. You need technical, but you also need archival knowledge, and you also need to know how research works and how to communicate with researchers that will be using this stuff. Yes, I think this is me. I've put some questions here, some food for thought that might be interesting for any discussion. But yeah, that is me. Thank you very much, Sefi, for this very interesting talk and telling us about all the technical issues and details. Yes, and indeed, there is a button in Zoom, which is called Reactions, and you can use it to clap for Sefi. I saw one question in, so you can ask your questions in the chat function. I saw one question which was stated earlier from Loda. Are there any platforms or services known who see the importance of archiving user-generated content? And actually, you already gave us the answer, Sefi, in your one of your last slides, that Facebook and Twitter do not really want us to actively archive their platforms. At least they have all kinds of burdens to do so easily. Yes, that seems to be the case. And it only makes sense if you think that these are companies, these are for-profit companies that have an economic model that depends on data. So of course they want to have a monopoly on their own data. They don't want you to go to an archive to access the data. They want you to come to them. So of course they don't want you. They don't want to enable us. No. At least they make it difficult for us to do. Yeah. Yes. Another very interesting question is about the use of Social Feed Manager applications. So what kind of technical skills are necessary to use Social Feed Manager? Do you need database skills, command line skills, building from code? How technical? Okay, so basically, in order to install the application, you need all of these skills for the installation part, though, which is it's probably the most tricky part of Social Feed Manager is the installation part. If you get past that, things get much easier. You need Docker, you need build a database, and yeah, you need all of this basically. But in order to use it, I wouldn't say you need that much of technical knowledge, because indeed, as I said before, it was made, it's been created under the assumption that non-technical users will be using it. But just to install it and to maintain it, you need some kind of actual technical knowledge. Yeah, so you need probably an IT department
to help you. And you can say that there is a steep learning curve starting with social media archiving. So that also means that it's very important to work together and check out the frequently asked questions from the EESG, because there is a lot of detailed information about the usage of all the tools Sefi mentioned. Are there any other questions for Sefi? Not at the moment. So if you do have them, please add them to the chat function and we come back to them later in the webinar. So now as I will switch to Dutch again. En ik ga jullie Mirjam Schaap van het Stadsarchief Amsterdam introduceren. Mirjam werkt, zoals ik zei, bij het Stadsarchief Amsterdam en houdt zich daar bezig met het toegankelijk maken van digitale particuliere archieven. En al in 2015 kreeg het Stadsarchief de eerste social media accounts aangeboden door een particuliere archiefvormer. Wat er ook het startschot was voor haar zoektocht en de zoektocht van het Stadsarchief naar hoe sociale media op een haalbare en verantwoorde manier gearchiveerd en ontsloten kunnen worden. En met name over dat laatste gaat Mirjam aan de hand van een aantal voorbeelden uit eigen collectie, om maar zeggen, iets vertellen. Mag ik jou het woord geven, Mirjam, en vraag aan jou als je slides hebt je scherm te delen. Ja, nou, dankjewel Marcel voor de introductie en goedemorgen allemaal nog net. Ik ga nu mijn scherm delen. Wat krijg ik nu in godsnaam? Hier. Een momentje hoor. Hij gaat niet op het volledige scherm. Ja. Nou, als het goed is, zien jullie nu mijn presentatie. En als het niet het geval is, dan hoor ik dat graag. Ja, er was net al de vraag van, zijn er concrete voorbeelden? Nou, wij zijn in 2015 inderdaad al begonnen met het archiveren van sociale mediadata. En wij hebben inmiddels 4 archieven met daarin sociale mediadatasets. En de tweet die je hier ziet, dat is eigenlijk dat is echt een historische tweet voor ons. Die komt uit onze oudste dataset, Twitter dataset. Die hebben we gearchiveerd in september 2016. En dat is een dataset van ruim 4600 tweets die wij hebben gearchiveerd vanaf het account van de Nieuwe Universiteit, een studentencollectief dat in 2015 het Maagdenhuis heeft bezet. Nou, die tweet die markeert niet alleen het begin van de Maagdenhuisbezetting, maar voor ons ook de zoektocht naar het hoe en het wat en het waarom je sociale media zou moeten en willen archiveren. En ja, op het moment dat die tweet werd verstuurd, waren wij ons daar natuurlijk helemaal niet van bewust. Wij werden daar pas 3 maanden later mee geconfronteerd. Toen een aantal van de studenten bij het Stadsarchief aanklopte met de vraag of wij hun digitale archief in ons e-depot, in onze collectie, wilden opnemen. En of wij hen ook konden helpen met het archiveren van hun sociale media-accounts. 2 Twitter-accounts en 1 Facebook-account. Nou, wij hadden natuurlijk geen flauw benul hoe dat moest. Maar wij waren er wel al over aan het nadenken dat dit op een gegeven moment op ons pad zou komen. En we hebben dit aangegrepen om dit samen met de studenten te gaan uitzoeken. En de eerste vraag voor ons was heel simpel. Hoe moeten wij zo'n account überhaupt archiveren? Dus heel technisch. Nou, voor Twitter bleek dat eigenlijk vrij eenvoudig. Je kunt je Twitter data downloaden vanaf je eigen account, vanaf de instellingen, vanaf je eigen account.
En dan krijg je eigenlijk twee dingen. Je krijgt een HTML-bestand dat min of meer de Twitterfeed weergeeft, zoals je die op je scherm ooit hebt gezien. Dat is dat bovenste plaatje. En je krijgt een CSV-bestand met allemaal metadata, wat Sefi net ook liet zien. Dit is dus nog weer een andere optie dan al die tools die Sefi net heeft uitgelegd. Je kunt ook vanaf het account zelf archiveren. En dat is voor archieven die vooral met archiefvormers werken, die accounts willen overdragen, natuurlijk ook een optie. Dus we hebben dit gearchiveerd. En dan was de tweede vraag, wat hebben we nou eigenlijk gearchiveerd? Welke data en metadata zitten er nu eigenlijk in die dataset? En welke data en metadata zitten er niet in? Je ziet bijvoorbeeld dat deze tweet, dat iemand hierop heeft geantwoord. Dat zie je, dat linker bolletje. Er is één antwoord opgekomen. Nou, dat antwoord zit niet in de dataset. Antwoorden van derden op jouw tweets worden dus niet meegenomen in die data-download die je vanaf Twitter maakt. Als jij zelf op iemand anders antwoordt, wordt alleen jouw antwoord gearchiveerd en niet de tweet waarop jij hebt geantwoord. En bij retweets gebeurt ook iets raars. Als jij een tweet retweet zonder reactie, dan wordt die oorspronkelijke tweet wel gearchiveerd. Maar plaats jij een reactie in jouw eigen retweet, dan wordt die originele of oorspronkelijke tweet niet gearchiveerd. Nou, daarnaast worden ook links naar externe websites of bronnen natuurlijk niet mee gearchiveerd. Dus er vindt nogal wat contextverlies plaats. En ook het archiveren van de interactie, die natuurlijk heel specifiek is juist voor sociale media, dat is dus heel erg moeilijk op deze manier vast te leggen. Nou, en in deze tweet, daar is ook nog iets raars aan de hand met het tijdstip. En wie dat heeft gezien, mag het even in de chat zetten. En anders komt er straks nog een herkansing, want ik heb nog een tweet waar zelfs de hele datum niet klopt. Dus zet het in de chat als je het hebt gezien. Facebook. Mirjam, mag ik heel even inbreken? Ja. Wij zien nu, tenminste ik zie nu een view waarin je ook jouw notities te zien zijn. Daar staat niks in, denk ik. En je volgende slide, nee, daar staat niks in. En je volgende slide, dus hij staat niet helemaal op volledige weergave. Ik weet niet of dat heel makkelijk... Is het heel ergerlijk, want ik... Voor mij niet, maar... Nou ja, jammer dan. Oké. Prima. Ik kan het nu even niet. Ik zie eigenlijk niet hoe ik dit nu moet oplossen. Ik kan het wel even proberen, maar. Volgens mij kan je naar boven. Weergave instellingen. Ja, precies. En nu? Of nu helemaal rechts. Ja, nu helemaal boven in het midden weergave instellingen. Wacht even hoor. Online presenteren. Shift F5. Shift F5, ja. Je ziet het nog steeds zeker, hè? Ja. Ja. Je kan ook die balletjes misschien verschuiven. Anders maar gewoon zo laten, Mirjam. Ik kan het even niet oplossen. Ik ben niet zo technisch. Prima. Ben ik social media aan het archiveren. Nou, ik hoop dat het niet heel ergerlijk is. Ja, ze hadden ook een Facebook-account. Facebook was iets moeilijker te archiveren dan Twitter. Wat je hier ziet zijn drie representaties van één en dezelfde Facebook-post van de eerste dag van de bezetting, 26 februari. We hebben in 2016 geprobeerd dat ook via de downloadoptie van Facebook te archiveren, maar dan, als je dat deed, kreeg je eigenlijk een bak met alleen maar losse data. Eigenlijk vergelijkbaar met wat je nu krijgt als je Instagram vanaf je eigen account een data download aanvraagt, voor wie dat wel eens heeft geprobeerd.
Dus ja, daar konden wij niet zo heel veel mee. De studenten hebben toen aan een medestudent gevraagd, die ook wat ervaring had met hacken, ethisch hacken natuurlijk wel, of hij er iets van kon brouwen. En wat wel kon, was bericht voor bericht archiveren. Maar dat was natuurlijk enorm veel werk, omdat je dan voor elk bericht opnieuw die opdracht moest geven. En ja, hij was natuurlijk ontzettend snugger en hij heeft toen een scriptje geschreven om dat proces te automatiseren. En dat zie je in het bovenste bericht. Daar kwam dus iets uit wat op zich acceptabel was, maar Facebook heeft heel specifiek in zijn gebruikersvoorwaarden deze manier van archiveren, hiervan gezegd dat dat echt absoluut niet mag. Dus we zaten er toch een beetje mee in onze maag. We hebben iets gedaan wat niet helemaal volgens de regels is en stel je voor. En inmiddels heeft Facebook de downloadoptie ook enorm verbeterd. Dus ik heb vorig jaar aan de studenten gevraagd om nog een keer hun Facebook-account te downloaden. En dat is dat linkerbericht. Nou, je ziet al het verschil. Het meest opvallende verschil is natuurlijk dat de foto nu wel is meegekomen. Dat gebeurt lang niet in alle gevallen. Ik heb straks nog een ander voorbeeld waarbij dus juist weer links en van alles mist. Maar wat bijvoorbeeld niet wordt gearchiveerd zijn de comments. En rechts zie je een afbeelding van de post zoals die nu nog online staat. En dan zie je dat je dus juist de comments mist. Dus weer dat interactieve gedeelte waarvoor je toch eigenlijk sociale media gebruikt, dat ontbreekt zodra je het gaat archiveren vanaf het eigen account. Ik heb geprobeerd om dit account ook met WebRecorder te archiveren. Dat heb ik in 2017 al geprobeerd, maar er zat een hele rare glitch in deze pagina, waardoor ik in een soort time loop terechtkwam en continu dezelfde berichten aan het archiveren was, hoe ver ik ook naar beneden doorscrollde. Dus ik ben daar op een gegeven moment maar mee opgehouden. En ik heb het onlangs nog een keer geprobeerd, maar dan breekt zich eigenlijk een beetje. Dan zie je eigenlijk wat het nadeel is van WebRecorder. Iedereen is er erg enthousiast over en ik in principe ook. Maar WebRecorder werkt eigenlijk alleen goed als je periodiek kleine hoeveelheden data archiveert. Ten eerste omdat het heel erg veel handmatig werk is. Dat legde Seffi net ook uit. Je moet al die comments die je wil archiveren, moet je stuk voor stuk openklikken. Maar als jij een hele grote pagina hebt, dan heb je ook nog het probleem dat die pagina op een gegeven moment niet meer laat. Dus als jij in een archiefvormer bij jou komt en die heeft een Facebookpagina die al 5 of 10 jaar in gebruik is, dan is die pagina veel te groot geworden om met WebRecorder te archiveren. Dus dat is voor mij wel een ontzettend nadeel van WebRecorder. Hier nog een voorbeeldje van informatie die verloren gaat. Links zie je de archiveerde versie en dan zie je dat middelste bericht. Daar staat een Go Jozef. Nou, oké. En dan zie je rechts het bericht zoals het online staat. En daar blijkt daar dus een enorme exposé van een Jozef in te staan. Dat dus niet in onze dataset zit. Dat is blijkbaar een link of whatever die niet meegearchiveerd is. Het is dus elke keer als je iets harvest, moet je ontzettend, is het een ontzettende onderneming om te gaan uitzoeken van wat heb ik nou eigenlijk gearchiveerd, wat heb ik niet gearchiveerd en hoe maak ik dat ook in mijn metadata, in mijn beschrijving duidelijk richting onderzoekers die gebruik gaan maken van die data. Hoe weten zij waar ze eigenlijk mee werken? Naast echt de derde stap is dan, wat kunnen wij nu uiteindelijk met die datasets die wij hebben geharvest? Mogen wij die nu weer voor onderzoek beschikbaar stellen? Nou, dan heb je te maken met dingen als auteursrecht. Er zit natuurlijk ongelooflijk veel auteursrechtelijk beschermd materiaal in zo'n dataset. Ik ga er eigenlijk heel kort over zijn. Je kunt zo'n dataset eigenlijk nooit weer online maken. En als je meer wil lezen over auteursrecht en webarchivering, dan verwijs ik je graag door naar het rapport van de Universiteit Leiden. Dat staat op de site van de KB.
Persoonsgegevens, er zit natuurlijk, het kan vol zitten met persoonsgegevens en privacygevoelig materiaal. Dat is ook onmogelijk om dat natuurlijk per bericht te gaan uitzoeken. Je moet dat echt op het niveau van een dataset als geheel, gaan bepalen of je zo'n dataset vrij kan geven direct of misschien op termijn. Of niet. En als je denkt aan AVG, dan denk je natuurlijk aan dingen als dataminimalisatie, anonimiseren. Is dat überhaupt mogelijk? Hoe makkelijk is het om geanonimiseerde data weer anonimiseren? En ik denk dat het vanuit de AVG ook heel erg belangrijk is om heel goed na te denken over waarom je iets archiveert. Dat is net ook al ter sprake gekomen. Zorg dat je dat je daar goed over nadenkt en dat je jouw datasets ook voldoen aan die eis archivering in het algemeen belang. Bijvoorbeeld in het kader van een archiefoverdracht of een hotspot. En zorg ook dat jouw datasets, dat mensen daar niet heel gericht op specifieke persoonsgegevens kunnen gaan zoeken. En dat kan je bijvoorbeeld doen door je dataset in een niet downloadbare formaat ter beschikking te stellen. Dan heb je nog archiefwetgeving, in het geval van overheidsarchieven. Niet zo heel veel last van, want uiteindelijk staat er niet zo heel erg veel in, of eigenlijk niks over sociale media. Ik heb nog even in de selectielijst van de VNG gekeken. En daar worden sociale media niet genoemd. Bij online content wordt heel specifiek naar de website verwezen. Maar sociale media wordt dus niet genoemd. En de richtlijn archiveren overheidswebsite van het Nationaal Archief. Die geeft wel aan dat iets is wat gewoon nog verder uitgezocht moet worden. Ik ben heel erg benieuwd of er gemeenten of overheidsinstellingen zijn die al hun sociale media archiveren en hoe zij dat dan doen. Dus laat het weten via de chat of mail mij, het mag ook. Voor de gemeente Amsterdam weet ik dat in ieder geval hun officiële Twitter-account wordt gearchiveerd door ArchiefWeb. Ze worden zelfs vermeld op de homepage van de social media dashboard van ArchiefWeb. Maar hoe en wat, hoe ze dat doen en hoe dat eventueel in de toekomst aan het Stadsarchief wordt overgedragen, dat weet ik niet. En er is ook geen collega bij het Stadsarchief die mij dat kan vertellen. Ik hou mij zoals gezegd vooral bezig met particuliere archieven, dus ik ben hier een beetje afhankelijk van info van collega's. En we hebben vorig jaar het archief gekregen van bureau Noord-Zuidlijn, een gemeentelijk archief. En zij hebben zelf hun eigen social media accounts gedownload via die optie instellingen vanaf het eigen account. Zowel Twitter, Facebook als Instagram. En dit plaatje is een klein beetje... dat vertekent een beetje, want dit is gewoon een print screentje die ik zelf heb gemaakt van de Instagram. In werkelijkheid ziet die Instagram database er niet zo gestructureerd uit. Een voorbeeld van hoe het ook kan, dat is het Twitter archive van de National Archives. Zij archiveren alle Twitter-accounts van de Britse overheid en maken die op de website beschikbaar online. Maar zij laten alleen de eigen tweets zien. Dus de tweets van de overheidsdiensten zelf. Niet de retweets van derden of antwoorden van derden. Dus echt alleen maar hun eigen tweets. En je kunt deze datasets niet downloaden. Dat kon tot 2 à 3 jaar geleden wel. Toen kon je het als JSON of XML bestanden downloaden. Maar die optie is vervallen. Dus feitelijk kun je het alleen maar openen en er doorheen scrollen. Je kan er niet echt in zoeken. En ook hier is weer die interactie met het publiek, die is dus weg. Die is niet gearchiveerd. Of althans, je kunt hem op de website niet zien. Misschien hebben ze een soort schaduwbestand waarin alle data zitten die ze op termijn wel beschikbaar gaan maken, dat weet ik niet. Het zou natuurlijk een optie zijn om het op die manier te doen.
Maar dit is een manier waarop je het als overheidsdienst zou kunnen oplossen. En binnen het kader van archiefwet en AVG. Nou, behalve wetgeving heb je ook nog te maken met die vermaledijde platforms die continu de voorwaarden veranderen, de technische mogelijkheden en die natuurlijk enorm veel macht hebben. Ik focus me even op Twitter, omdat Twitter het meest gearchiveerde platform is. Zij bieden ook de meeste mogelijkheden. Er was net een vraag over van welk platform staat er nou het meest open voor? Nou, dat is Twitter. Zij bieden de meeste mogelijkheden en er is dan ook de meeste documentatie over te vinden. Wat een beetje het nadeel is van die developer policies van Twitter. En als jij via de API gaat harvesten, moet jij akkoord gaan met die developer policies. Dat is dat zij vrij vaag zijn en echt geschreven zijn voor bedrijven, instellingen die vooral geld willen verdienen aan Twitter data. En ze zijn niet geschreven voor instellingen die daar wetenschappelijk onderzoek mee willen doen of die Twitter data voor cultuurhistorische redenen willen bewaren. Dus het is een beetje laveren en tussen de regels doorlezen van hoe je die regels nou moet opvatten wanneer je Twitter data gaat archiveren. Nou, de drie belangrijkste beperkingen die we van Twitter krijgen opgelegd, dat is dat datasets van meer dan 50.000 tweets, dat je die niet mag delen. Je mag alleen de tweet ID's delen en dat is het unieke nummer dat elke tweet heeft. En die kun je dan via een hele ingewikkelde tool, via die nummers dan weer de originele tweets terugkrijgen, zolang die nog online staan. Nou, vooral voor sociaal onderzoek is dat natuurlijk ontzettend onhandig, want dat betekent feitelijk dat je onderzoeksdata niet kunt repliceren en onderzoek dus ook niet kunt repliceren. Voor archieven is dat, wat minder interessant, omdat wat wij archiveren, dat zijn toch vaak wat kleinere datasets. Ik ben zelf nog nooit boven de 50.000 uitgekomen. En die mag je wel delen, mits in een machine-onleesbaar formaat, bijvoorbeeld PDF of Excel. Een hele vervelende, en dat is dat gedelete tweets binnen 48 uur moeten worden verwijderd. Althans, zodra een tweet wordt gedelete, moet jij hem uit je dataset verwijderen. Of 48 uur nadat jij door Twitter daarvan op de hoogte bent gesteld dat die tweet verwijderd moet worden. Nou, dat is natuurlijk een ontzettende, dat is eigenlijk een vrijwel onmogelijke opdracht. Wat ik zei, er zitten heel erg veel onduidelijkheden in die Twitter developer policies. Als je daar meer van wil lezen, dan kan ik dat artikel van Justin Littman aanraden. Daar staan vragen in als, geldt dit ook voor het downloaden van je eigen account, vanaf je accountinstellingen? Gelden al die beperkingen ook als je met webrecorder harvest of op een andere manier? Daarvan zegt Twitter eigenlijk alleen van, dan moet je expliciet toestemming vragen. Maar aan wie dan? Aan degene van wie het account is of aan iedereen van wie daar een post in je dataset zit. Het is ook niet duidelijk hoe zich het tot de nationale archiefwetgeving verhoudt. Het is moeilijk toepasbaar. Nou, een voorbeeld. Hoe ziet het er dan in de praktijk uit? Ik ben in 2017 aan het experimenteren gegaan met die tools. Ik heb zelf de tool Tags gebruikt, die Seffi net ook noemde. Ik ben zelf totaal niet technisch. En Tags is heel erg eenvoudig. Als mij het lukt, lukt het jullie ook allemaal. Dus wil je gaan experimenteren, begin dan met Tags. Ik heb toen van 6 tot 12 oktober 2017 heb ik tweets geharvest naar aanleiding van het overlijden van Eberhard van Laan, voormalige burgemeester van Amsterdam. En uiteindelijk in verschillende harvests gedaan, heb ik een dataset van ongeveer 20.000 tweets verzameld. Nou, ik zit dus onder die 50.000, dus die mag ik met jullie delen.
Nou, dat ziet er dan ongeveer zo uit. Dat zagen we net ook bij Seffie. En de tweet die je hiervoor zag van Ewart, die heb ik met WebRecorder gearchiveerd, omdat ik ook nog iets van de look en feel wilde bewaren. En de alle antwoorden die op die tweet zijn gekomen, daar zijn dus 162 antwoorden. En die heb ik met WebRecorder gearchiveerd. Dit heb ik met de Twitter-API gearchiveerd. En die tweet die je hiervoor zag, die staat dus helemaal onderaan aan deze. Ja. Nou, ik mag het met jullie delen in dit onleesbare formaat. Ik noemde net al dat tweets die gedelete zijn, die moet je verwijderen. En uit onderzoek blijkt dat na 1 jaar ongeveer 10% van alle tweets zijn verwijderd. En van die 10% wordt ongeveer 40% in de eerste 48 uur verwijderd. Grote kans dat die dus al niet in deze Twitter dataset zitten, omdat die zo snel zijn verwijderd dat ik ze niet heb kunnen archiveren. Dus ik dacht, ik heb vorige week een testje gedaan. Ik ga eens tellen hoeveel tweets uit deze Twitter dataset inderdaad verwijderd zijn. Dus ik heb 1000 tweets heb ik nagezocht en gecontroleerd of ze nog online stonden. En dan krijg je dus 183 keer zo'n soort bericht. Ruim 18% van de tweets die in die specifieke dataset zitten, die staan nu niet meer online. De meeste zijn verwijderd. 160 tweets waren verwijderd. Dat is dat middelste bericht. Sorry, die pagina bestaat niet. Proberen ze een andere zoekopdracht. Dat kwam ik 160 keer tegen. In 18 gevallen was het account op privé gezet, zoals Monica D. Heeft gedaan. Nou, dat betekent feitelijk dat we die tweets ook niet meer kunnen zien. In 4 gevallen was het hele account verwijderd en in 1 geval was iemands account opgeschort. Ik heb helaas niet kunnen achterhalen waarom. De tweet die van hem in de dataset zat was totaal onschuldig. Dus ik weet niet waarom hij is opgeschort. Nou, ik moet deze tweets dan nu in principe verwijderen uit mijn dataset. Althans, als ik me aan de regels van Twitter hou. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Wat ik ga doen is, ik ga een belangenafweging maken. En dat is uiteindelijk wat je steeds zult moeten doen. De cultuurhistorische en de erfgoedbelangen afwegen tegen de persoonlijke belangen. De publieke versus de persoonlijke belangen. En dat kan per dataset verschillen. Per de ene hashtag of de ene account kan veel meer gevoelige informatie bevatten dan het andere account. Wat dat cultuurhistorische belang betreft, wij bewaren alleen social media in het kader van een archiefoverdracht. Dus als een archiefvormer zelf met een sociaal medium account aan komt zetten of in het kader van een hotspot. En dat is natuurlijk ook om mezelf in te dekken dat wij aan het archiveren in het algemeen belang zijn. Het ook meer voor het persoonlijke belang gaan. Documenting the Now. Seffie noemde het ook al even. Dat is een club in de Verenigde Staten. Die zijn voortgekomen uit de Black Lives Matter beweging. Zij archiveren heel veel tweets over politiegeweld jegens zwarte Amerikanen. Heel veel tweets vanuit de zwarte gemeenschap. En zij hebben gezegd van wij hechten het grootste belang aan onze gemeenschap, dat is een kwetsbare groep, online, maar ook offline. Het gaat om gevoelige onderwerpen. Zodra iemand zijn tweet verwijdert, verwijderen wij hem ook uit onze dataset. Dus zij laten dat persoonlijke heel erg zwaar wegen. Nou, voor ons, en vooral als het om hotspot gaat, zoals het overlijden van Ewart van der Laan of corona, wat we nu aan het archiveren zijn, dan zal dat erfgoedbelang veel sterker wegen. Maar het is dus continu een afweging van die verschillende belangen. Dan heb je... dit is nog even DocNow. Ze hebben een white paper op hun
website gepubliceerd. En dat is echt heel erg interessant om dat even na te lezen. Zij hebben een aantal recommendations geformuleerd die eigenlijk ontzettend voor de hand liggen en die wij als archieven ook deels al volgen. Hè? Dat juist dat archiveren in de context, dat doen wij natuurlijk al heel erg als archief. Ze maken zelf ook weer in sommige gevallen uitzonderingen. En in dat white paper geven ze daar een heel mooi voorbeeld van. Dus dat is leuk om eens na te lezen. Ja, Twitter zelf maakt ook uitzonderingen. En de grootste uitzondering wordt natuurlijk gemaakt voor Uber Twitteraar @RealDonaldTrump. Ik weet niet of je dat kennen, Trump Twitter Archive. Zij archiveren alle tweets van Trump en maken die online beschikbaar. Ook alle gedelete tweets. Nou, dat mag natuurlijk, of dat mag niet van Twitter, dat hebben we net gezien. Maar Twitter laat dit toch toe. Ze laten hen gewoon begaan. En waarom zij dat doen, dat staat ook op hun website. Zij maken een uitzondering voor accounts die heel veel volgers hebben, meer dan 100.000. En die een groot publiek belang hebben van publieke figuren of die een groot publiek belang hebben. En dat staat er helemaal onderaan. Zij doen dat vanwege de significant documentary or accountability value in preserving the content as a matter of public record. Let wel, dit is een uitzondering die zij maken ten opzichte van zichzelf. Zij verwijderen tweets van Trump niet omdat ze vinden dat die een grote documentary en accountability waarde hebben. Dit is niet per se een uitnodiging aan de rest van de wereld om dan ook maar een slag te slaan met de regels van Twitter. Dus wees daar een klein beetje alert op. Alhoewel ik het wel heel erg graag zou willen lezen, moet ik zeggen. Tijd. Ja, het is tijd, dus ik sluit even af met drie tweets uit mijn laatste dataset. Hashtag Amsterdam hou vol, die zijn we aan het archiveren in het kader van de coronacrisis. Dat is een hashtag die door de gemeente Amsterdam in het leven is geroepen. En ik wou maar even zeggen, hou vol, hou afstand tot je datacollecties en hou er vooral ook heel erg veel plezier in. Want zoals we net ook al helemaal aan het begin zeiden, en Wouter merkte dat ook op, het is ook ontzettend leuk om te doen. Nou, Marcel, dan ga ik terug naar jou. Dankjewel, Mirjam. Dankjewel voor dit hele interessante praktijkverhaal. En ook natuurlijk super interessant. Kun jij ondertussen stoppen met delen van jouw scherm? Dan ga ik ook natuurlijk super interessant om uit de praktijk te horen van waar start je dan en welke tools gebruik je? Hoe doe je dat dan vervolgens? We hebben nog heel kort tijd voor een paar vragen. Daar was eerder een vraag van Thijs. Hebben jullie een overzicht van de pros en cons van alle tools die je kunt gebruiken context onafhankelijk? Die vraag ging je terug in de chat. Daar heeft Sophie vanuit het project van het netwerk Digitaal Erfgoed op geantwoord. We hebben dat zeker gaan proberen om een dergelijk overzicht te maken. Bij de oplevering van de resultaten van de projecten. Want zoals Sophie al heeft uitgelegd, zullen we in een aantal pilotprojecten daadwerkelijk ook aan de slag gaan met het archiveren van sociale media en het gebruik van tools. Dus we zullen zeker proberen om daar maar een overzicht te maken. Wat zijn voor welke situatie gebruik je welke tool en wat zijn de voor- en de nadelen? In de chat zag ik ook al een aantal interessante initiatieven voorbij komen. Archiefweb die een functie heeft ontwikkeld, waarbij je overigens niet goed kunt zien welke tools zij gebruiken onder de motorkap. Ze zeggen alleen dat zij gebruik maken van open source tools, maar welke zijn dat dan? En een interessant initiatief in Vlaanderen van het Felix Archief. Even kijken of wat er nog is het mogelijk om het even kijken. Vraag van Lode: is het mogelijk om met geavanceerde tools het probleem met gedelete tweets op te lossen?
je hebt bijvoorbeeld een soort van crawler op de datasets die tweets gaat verwijderen. Staat dat al? Heb jij daar mogelijk een antwoord op, Mirjam? Ik weet dat het bestaat. Ze doen het met politieke tweets. Je hebt Polytweep, die bijvoorbeeld echt real-time bijhouden bij bepaalde accounts wat er verdwenen is en dat weer publiceren. Dus het bestaat wel, maar volgens mij moet je het echt inrichten per account. Dus je moet echt bedenken wie je volgt. En dan heb je wel mogelijkheden om te monitoren wat daar aan verdwijnt. Maar ja, volgens mij werkt het zo. Oké. Okay. Even terug naar mijn chatscherm. Zien jullie nu een slide of nee, hè? Nee. Even kijken. Die diavoorstelling is beëindigd. Ja, mijn diavoorstelling is beëindigd. Dat is dan weer jammer, hè? Maar goed. Maakt niet uit. Even kijken. Nog een andere vraag als het gaat. Heeft iemand nog een andere vraag voor of Seffie, of Mirjam, of Sophie? Nee, dan ga ik gewoon opnieuw proberen mijn scherm te delen met jullie. Zo. Nou, als het goed is, zien jullie nu een groot blauw vlak. Mag ik van iemand even horen of dat klopt? Ja? Oké. Want we zijn hiermee gekomen aan het einde van het tweede webinar, gericht op social media archivering. Ik wil jullie wijzen op het derde webinar aanstaande donderdag. En let op, dat begint iets eerder. Daar beginnen we al om 10:30 met het webinar. En dat zal gaan over het gebruik van webarchieven en sociale media datasets en sociale media archieven. Sophie noemde dit helemaal in het begin, ook al in haar presentatie in de tweede helft van dit jaar, dat zal zijn oktober, november, zullen de resultaten van de pilotprojecten ook gecommuniceerd worden. En zullen we ook ongetwijfeld nog een webinar organiseren om daar meer over te vertellen. Dus hou de NDE-nieuwsbrief in de gaten. Hou een Twitter-account, een LinkedIn-account van het netwerk Digitaal Erfgoed in de gaten. Probeer het misschien ook eens te archiveren. Heel benieuwd wat dat oplevert. Mocht je nog vragen hebben over deze webinars, over het netwerk Digitaal Erfgoed, stuur mij een mailtje. En heb je vragen over de social media project en de pilotprojecten, neem dan contact op met Sophie Ham. De presentaties en de opname van dit webinar komen zo snel mogelijk deze week beschikbaar. En dan zullen jullie als deelnemers van deze webinar een mailtje over krijgen. En dan rest mij niks anders dan jullie een hele fijne en zonnige dag te wensen. En voor degene die donderdag meedoen, tot donderdagochtend. Hartelijk dank en heel erg dank voor de sprekers, Sophie, Mirjam en Seffie. Thank you very much, Seffie, for your very interesting talk. En Mirjam en Sophie. Dank jullie wel en tot ziens.